Ja, nou, ik vind het wel fijn dat ik nu dit ook eens mee kan maken. Waarbij je denkt van, goh, wat is het soort verfrissend en wat past het eigenlijk goed bij mij? Dat je zo die autonomie benadrukt, hè? Dus dat je gewoon met iemand meekijkt van, goh, zullen we eens bespreken wat nou voor jou het beste past en hoe jij dat het beste kunt aanpakken. Ja, dat is ook dat pionieren wat we hier doen. Zelf de paadjes uitzetten. En zo doe je dat steeds weer met elke patiënt. Wat ook leuk is, is dat je korte lijn hebt met de huisarts. Dus dan werk je heel direct samen binnen het team. En dat is dan leuk als je die betrokkenheid merkt van zo'n huisarts. Hè? Die zegt dan van, nou, ik heb hem van de week ook weer gezien. Hè? Misschien is er medisch wat aan de hand. Dan denk je van, hé, wij hebben het over hetzelfde. Hè? We weten precies hoe diep die patiënt is, wat er mee aan de hand is. En dan denk je, kijk, dat is nou gewonnen met die basis GGZ. Want dan heb je dus heel goed je contacten of je netwerk buiten de deur. Dat lukt dus. Hè? Dan krijg je dus wel iemand ook beter, zo op deze manier. Dus het is allemaal korter en wat sneller. Ja.